belangrijk naar de schoonmoeder van mede-eigenaar Claudio Houtman. Zijgje Pietertje de Baat. En Zijgje was een tuindersvrouw, een hele bijzondere vrouw. Die dronk namelijk citroenbrandewijn uit een theekopje. Waar je ook waar? Achter de gordijnen. Ja, dat niemand het mooi meer. Maar als je een theekopje zie je toch niet dat het brandewijn is. Maar toch nog achter de gordijnen. Ja, Zijgje. Maar goed, het was dus een tuindersvrouw, mensen. En die kon heerlijke gerechten voor ze bereiden. En deze authentieke gerechten komen terug de nukaart van proeflokaal Zijgje. En dan moet je denken aan klassiekers uit grootmoeders tijd. Zoals een stoofpotje en, niet te vergeten, de vla-flip. Ja, die hebben ze hier zo. Maar goed, Erwin Nieuwenhuizen, niet vergeten. Claudio Houtman en Erwin Nieuwenhuizen zijn de oprichters van proeflokaal Zijgje. Vanuit passie voor lekkere en simpele gerechten hebben Claudio en Erwin in oktober 2015 het eerste proeflokaal Zijgje opent in... Voorburg, heel goed. Ze hangen aan de muur ook, hè? Ze zijn allemaal getekend, ze hangen allemaal aan de muur hier, aan die gasten. Ja, ja. Goed, het was meteen een succes, mensen. En hierop volgde de opening van proeflokaal Zijgje in Leiden. Wat zeg je? Ik lig niks tot nu toe, maar ja, je moet me roepen. Als er een klote van klopt, hoor ik het wel. Ja? In Leiden, dat klopt ook. En daarna nog in Delft en in Voorhout. En vandaag dus hier ook, natuurlijk, in Schiedam. Proeflokaal Zijgje met haar gasten een leuke avond uit eten bieden. Ja, zie je wel. Voor een scherpe prijs, 14,25. Met drie gerechten. Hallo. En ik heb die kaart even bekeken, grandioze kaart. Grandioze kaart, echt waar. En ik wou wel vanavond blijven eten, maar dat kent hij niet. Kleine geitje. Maar we komen wel terug hoor, Beb en ik komen wel terug, hè Beb? Tuurlijk, wat een geweldige kaart, ook heerlijke dingen erop. Mooie wijntjes heb ik ook gezien boven liggen. Goed hoor. Maar goed, jullie willen dus tegen een scherpe prijs. Ze willen haar gasten lekkere en authentieke gerechten bieden, die zoveel mogelijk worden bereid met verse en gezonde producten. Ze willen haar gasten bedienen met oprecht enthousiasme, dat de verwachting van die gasten ver te boven gaat. Dus je denkt, je komt binnen en je denkt, nou, dit wordt leuk en dan wordt het nog veel leuker. Daar komt het op neer, hè? Dat zie je wel, ja, dat zie je wel. Het doel is dat de gast de aflopende voldagen vol naar huis gaat, ja, om vervolgens nog vele keren terug te komen. Dat is de bedoeling, ja. En proeflokaal Zijgje, jongens, dit is ongelooflijk. Wil zich in zoveel mogelijk gemeenten vestigen. Het moet dus een keten worden, weet je niet, waar de McDonald's een puntje aan kan zijn. Daar ga je niet allemaal voor, hè? Natuurlijk wel. Maar goed, lekker en betaalbaar eten, daar gaat het om bij Zijgje. Nou... Nou, we zijn heel benieuwd, hè? Ja. Give them both a big hand. Deze man. Ja, ja. Ik ben nog niet klaar. Weet je wat we doen? We gaan een quiz doen. Zo. Weet wat dit betekent. Oh, moet ik opleuren? Moet je dat even? Moet je stoppen? Je weet wat dit betekent. Ja, ik heb het nog weg. Ja. Even kijken, zal ik met die quiz er meteen in pleuren? We hebben namelijk een quiz. En dan kun je een cd mee winnen, een album. Weet je wel wie dat album is dat je kan winnen? Ja. Van Simon Stokveer. Hé, Beb? Ja. We gaan een quiz doen en die quiz heet Wat bedoelt een Rotterdammer als die zegt? Dan kom ik met een Rotterdamse uitdrukking, weet je niet? En dan moeten jullie raaien wat Rotterdam ermee bedoelt. Dan gaan we gelukkig een paar mensen zeggen. Maar die durven niet. Nee, dus niet. En dan kom ik dus met Rotterdamse opmerkingen, weet je niet. En dan moeten jullie raaien wat Rotterdam ermee bedoelt. Ja. En de winnaar die de meeste punten heeft, die krijgt dat schitterende album van Simon Stokveer. Ja, dat wel. Hè? 13 voortreffelijke chansons. Maar goed, we doen het zo. Ik kom nu met die Rotterdamse uitdrukkingen. Beb houdt stand bij. Ja. Houdt zelf ook een beetje in de gaten, want het is niet zo makkelijk voor Beb. En we hebben één spelregel. Als te veel mensen tegelijkertijd het goed hebben, dan tel het niet. Begrijp je, dan kunnen we natuurlijk niet al beginnen. Oh ja, ja? Dan wil ik even zeggen. Stel dan dat je het antwoord op de vraag denkt te weten, moet je niet je vinger opsteken en wachten. Heel goed, Ben. Nee, je moet er echt in knallen. Nee, gewoon keihard roepen. Nou ja, geef het een nee. Ja? Ik begin even met een proefvraag. Komt-ie? Ja. Proefvraag. Wat bedoelt een Rotterdammer als hij het hebt over een halve kop? Slaan.
Bruin brood. Sla. Bruin brood. Halfie bruin. Halfie bruin. Nou, dat gaat lekker met die witte. Allemaal Westlanders. Allemaal Westlanders. Maar we gaan het toch gewoon proberen. Ja, hier komt de eerste officiële vraag. Komt ie, ja? Wat bedoelt een Rotterdammer als hij zegt, neem eens een pil door? Hoi.